Een hele goede morgen, lieve kinderen en begeleiders. Welkom bij de Kinderuniversiteit van Tilburg University. Hebben jullie er een beetje zin in? Ik denk dat dat wel iets enthousiaster kan. Hebben jullie er een beetje zin in? Heel mooi. Nou, we zijn hier vandaag op de universiteit in Tilburg. En vandaag in het gebouw Cube. En het heet Cube omdat het eruit ziet als een kubus. En jullie zitten waar ik normaal zit, want ik studeer hier aan de universiteit. En dit is de grootste zaal die we hebben op de universiteit, want hier passen bijna 600 studenten in. En dat is heel veel. En een student, dat is hoe je heet als je op een universiteit studeert, want jullie zitten op de basisschool en jullie zijn leerlingen. En hier zijn we studenten. Nou, om een beetje een contrast te geven, de grootste basisschool in Nederland, verdeeld over 3 locaties, heeft ongeveer 1400 leerlingen. En wij hier op Tilburg University hebben wel 20.000 studenten rondlopen. Ja, echt waar. En dat is heel veel. Nu ben ik wel benieuwd, is er iemand hier die eerder op de universiteit is geweest? Oh nou, kijk eens. Ja. En zijn er toevallig begeleiders of ouders die hier hebben gestudeerd? Nou, wat leuk. Welkom terug. Heel goed. Ja. Nou, we gaan straks beginnen met het college. En het college is een naam van een les die wordt gegeven op de universiteit. Dus als jullie in de klas zitten, krijgen jullie les. En wij krijgen college. En hier op de universiteit kan je heel veel verschillende opleidingen volgen om bijvoorbeeld psycholoog te worden. Of advocaat. Of als je je eigen bedrijf wil starten. Maar er wordt ook heel veel onderzoek gedaan. Ik doe bijvoorbeeld onderzoek naar hoe mensen denken over klimaatverandering. Maar er wordt onderzoek gedaan over bijna elk onderwerp dat je kan voorstellen. En een van de wetenschappers bij ons op de universiteit is Dr. Tila Pronk. Waar jullie vandaag een echt college van krijgen. Nou goed, voordat het college gaat starten gaan we eerst een quiz doen. En daar hebben jullie 2 kaartjes voor gekregen. Een rode en een groene kaart, heel goed. En we gaan toch even kijken of jullie een beetje begrijpen hoe het werkt. Dus als ik zeg rood en jullie de rode kaart in de lucht. En als ik zeg groen en jullie de groene kaart. Oké, ready? Rood. Groen. Rood. Groen. Rood. Groen. Rood. Groen. Groen. Ja. Nou, ik denk dat dat wel goed zit. Nou, mag ik voor jullie een heel groot applaus voor Dr. Tila Pronk. Hallo! Wow, wat super cool dat jullie er zijn. Ik heb nog nooit voor een collegezaal gestaan met zoveel mensen erin. En ik heb al wel heel vaak colleges gegeven. Maar bijna elke stoel is bezet. En dat vind ik fantastisch. En ik vind het extra leuk om vandaag college te mogen geven aan jullie. Nou, voordat ik dat ga doen, zal ik eerst iets meer over mezelf vertellen. Mijn naam is dus Tila Pronk. En ik werk hier als universitair hoofddocent aan Tilburg University. Nou, wat betekent dat nou? Dat betekent dus dat ik lesgeef, docent. Dat betekent eigenlijk een soort juf van studenten hier van de opleiding psychologie. Naast dat ik docent ben, ben ik ook onderzoeker. En ik doe onderzoek naar een heel erg interessant gebied van de psychologie. Namelijk de liefde. Dus ik doe onderzoek naar verliefd worden. Wanneer word je eigenlijk verliefd? Hoe werkt dat precies? Waarom worden we op sommige mensen wel verliefd en op heel veel mensen ook niet? Maar ik doe ook onderzoek naar vriendschappen en andere soorten relaties. En vandaag gaan we het niet hebben over verliefd zijn, maar wel over relaties die we hebben met anderen. Nou, dat is een beetje een ingewikkeld woord, maar dat betekent eigenlijk dus iedereen die belangrijk voor jou is in je leven. Denk bijvoorbeeld dus aan je ouders, je broertjes en zusjes, je vriendjes en vriendinnetjes. Al die mensen in jouw leven zijn super, dus super belangrijk. En daar gaan we vandaag over praten. Nou, vorig jaar was heel cool, want toen ben ik benoemd tot docent van het jaar van deze universiteit. Super grote eer. Dat hoeft ook weer niet. Dank jullie wel. Ik vind het dus heel erg leuk om te vertellen over wetenschap en over psychologie.
Dat doe ik heel graag aan studenten, ook heel graag aan jullie vandaag. Maar ik vind het ook heel erg leuk om dat te doen in de media, bijvoorbeeld op televisie. Zo ben ik te zien geweest bij het programma Married at First Sight. Misschien kennen sommigen van jullie dat wel, een paar jaar geleden. Daar heb ik 3 seizoenen gewerkt als expert. En in dat programma, voor als je het niet kent, gaan 2 mensen die elkaar helemaal niet kennen met elkaar trouwen op tv. Best gek, hè? Ik werkte daar achter de schermen en ook voor de schermen om die mensen daarbij een beetje te helpen. En ik was kort geleden ook nog op tv bij het programma Wie denk je wel dat je bent? Dat is een hartstikke leuk programma van de NPO. Ook wel eens leuk. Ik heb het zelf ook teruggezien met mijn zoon. Ik heb namelijk zelf ook een zoon van 10. Hier zie je hem. Dat is die jongen met die bal. Dus die is even oud als jullie ongeveer. Naast mijn zoon van 10, Taro, heb ik ook nog 2 andere zoontjes. Die liggen hier uitgeteld op de mat. Dat zijn Otis en Ravi. En Otis is 4 jaar oud en Ravi is 2. Dus in ons huis is het super druk. En er zijn heel veel jongens in mijn huis. Dat is heel erg gezellig. En er is ook iets bijzonders aan de hand met Otis en Ravi. Want Otis en Ravi kunnen namelijk toveren. Ja. Tenminste, dat denken ze zelf, dat ze kunnen toveren. Ravi, die kleinste van 2 jaar oud, ging naar zijn grote broer Taro. En hij zei, Taro, ik ken een truc. En Taro zei, oh, wat is je truc? En toen ging hij met een grote glimlach naar Taro toe en hij gaf hem een kus. Dat was zijn truc. En hij was helemaal trots op zijn truc. Lief, hè? Nou, dat is heel schattig. Maar Otis die kan er ook wat van, want die zei namelijk, die kwam naar me toe en die zei, mama, ik wil iets in je oor fluisteren. Ik zei, oké. En hij fluisterde in mijn oor heel zachtjes, ik hou van jou. Nou, en daarna zei hij heel serieus, want ik zei zo, oh, schattig. En zei hij, maar mama, dat is een tovertruc, hè? Dat is een toverspreuk, ik hou van jou. Zei hij heel serieus. En we kijken heel veel Disneyfilms thuis en hij zei, ik hou van jou, is een toverspreuk. En nu klinkt het heel schattig. Ze zijn niet altijd zo schattig, moet ik wel even erbij zeggen. Ze kunnen ook soms wel best wel lastig zijn, maar ze zijn ook heel schattig. En ze denken dus dat ze kunnen toveren. Nou, vandaag gaan jullie ontdekken of Otis en Ravi echt kunnen toveren. Daar gaan we achterkomen nadat ik mijn college aan jullie heb gegeven. Maar we gaan eerst beginnen met een warming-up. Jullie denken, nou, ik zit hier lekker in mijn stoel, dat is hartstikke leuk. Maar we gaan beginnen met een spel. Dit spel is heel erg belangrijk. Voor dit spel, let even op, ook de juffen en de meesten van de klas, let even op, voor dit spel heb ik 6 kinderen nodig. Die goed overweg kunnen met een bal. Die goed met een bal kunnen gooien. En het is heel belangrijk dat die kinderen elkaar niet kennen. Dus het mag van elke klas maar 1 kind zijn. Hoe gaan we dit aanpakken? Eens even kijken. 6 kinderen die goed overweg kunnen met een bal en die elkaar niet kennen. Nou, dan begin ik even hier. Jij. En dan kies ik ook nog iemand een beetje hier. Het is belangrijk dus dat ze jou niet kennen. Eens even kijken. Jij. Dan ga ik eens even hier kijken. Wie kan hier goed met een bal? Wie kan echt goed? Kan jij goed met een bal? Kom maar, ja. Eens even kijken, we gaan deze kant op. Helemaal bovenaan, ja. Jij met het glittershirt, ja. Kom maar. Ik smeek het u. Kom maar. Kom maar, ja. Heb ik er nou te veel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top. Oké, even voor de zekerheid. Kennen jullie elkaar niet? Hebben jullie elkaar wel eens gezien? Nee? Kennen jullie elkaar ook niet? Zijn jullie allemaal? Nee? Oké. Nou, heel goed. Dan gaan we beginnen met een balgooispel. Wie zit er bij elkaar in de klas? Dan ga ik jullie even, want we gaan 2 verschillende spellen spelen namelijk. Zitten jullie bij elkaar op school? Maar zeg maar gewoon, dan haal ik jullie, want we gaan 2 verschillende spellen doen. Oké. Okay. Alle 3 bij elkaar op school? Oh, dat is niet de bedoeling eigenlijk. Nee, dat is niet zo leuk. Ja.
Nou ja, goed. Laten we maar gewoon doorgaan. Het is niet helemaal de bedoeling zo, maar goed. Anders kost het een beetje te veel tijd. Goed, dan gaan we beginnen met jullie. We gaan een balgooispel spelen. En ik heb de hulp nodig van de hele zaal. Dus ook als je niet gekozen bent. Kom maar eens even hier staan. Hier in het midden. Jullie mogen even heel even hier blijven staan. Jullie zijn zo meteen aan de beurt. Kom maar. Oké, jij bent speler geel. Kom maar, naar voren. Jij bent speler blauw. En jij bent speler roze. Mooi, hè? Dan mag speler blauw hier komen staan. Alsjeblieft. Kijk eens hier. Speler geel mag hier komen staan. Alsjeblieft. En speler roze mag hier komen staan. Alsjeblieft. Jullie gaan met een bal overgooien. En hier staat wat de bedoeling is. Dus je gooit over de bal. Je gooit de bal 25 keer over met twee andere spelers. De taal telt met jullie mee. Gooi de bal ongeveer even vaak naar beide spelers. Dat is belangrijk om te handhouden. Oké? Dus wat belangrijk is, je gaat de bal overgooien. En de bedoeling is dat je ongeveer even vaak naar allebei de spelers gooit. Snap je? Dus iedereen moet goed even vaak de bal krijgen. Ja? Snap jij het ook? Dus je gaat 25 keer overgooien. De bedoeling is dat iedereen de bal ongeveer even vaak krijgt. Ja? Alsjeblieft. Goed. Oké. Jongens, we gaan een balgooispel gooien. Ze gaan 25 keer de bal overgooien. Daar heb ik jullie hulp bij nodig. Jullie gaan meetellen. En ze mogen de bal natuurlijk niet laten vallen. Dat is heel belangrijk. Oké? Nou, we gaan met z'n allen tellen. Kijken of het ze lukt om 25 keer. Ze kennen elkaar al. Dus ze moeten goed samen kunnen spelen. Daar gaan we. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, gaat ze lukken? 23, 24, 25, woehoe! Nou, dat ging hartstikke goed. Nou, jongens, ik ben benieuwd. Wat vonden jullie ervan? Leuk. Ja, leuk. Heel ja? Leuk. Vond je het leuk? Wat ja, vond jij ervan? Leuk, want ja? Dat is goed voor team. Ja. Ja, teamwork. Ja, goed voor teamwork, ja. En waar hebben jullie op gelet bij het overgooien? Gooien, ja. Vangen. Gooien en vangen. Nou, dat is een mooie samenvatting. Nou, hartstikke goed gedaan. Jullie mogen je lintjes overgeven. Hier. Alsjeblieft. Super. Ga maar weer zitten. Nu gaan we weer het balgooispel spelen. Jij bent speler blauw. Jij mag hier komen staan. We gaan dus precies hetzelfde doen als net. We gaan 25 keer overgooien. En de bedoeling is dat iedereen ongeveer even vaak de bal krijgt. Snap je het? Ja, maar het komt niet heel erg nauw. Het gaat er gewoon om dat iedereen erbij hoort. Snap je? Oké. Maar, kijk eens. Jij bent speler geel en jij bent speler roze. Ik heb iets belangrijks tegen jullie te zeggen. We gaan de bal overgooien. Net zoals net. Alleen, vanaf dat we bij 10 zijn... Ja, we gaan tellen, hè? Vanaf dat we bij 10 zijn, gooien jullie de bal alleen nog maar naar elkaar. Dus jullie gooien niet meer naar blauw, jullie gooien alleen nog maar naar elkaar. Dat klinkt misschien een beetje onaardig, maar dat is ook een beetje de bedoeling. Dus we gaan laten zien hoe dat is, snap je? Dus vanaf 10 ga je niet meer naar blauw gooien, alleen maar naar elkaar. Duidelijk? Snap jij het ook? Ja? Oké, goed zo. Kom maar. Oké, jongens, daar gaan we weer. We gaan weer overgooien. Kijken of het nu met 3 kinderen die elkaar niet kennen ook zo goed gaat. Oké, we gaan beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wat? Oeh. Oh, zeg, kom maar eens even bij. Wat gebeurde hier nou? Dat was raar. Had jij door wat er gebeurde? Ja, ja? Ze deden het niet aan mij. Wat zei je? Ja, ze gooiden hem niet over. Ze gooiden hem niet over. Ja. Hé, hey, waarom deden jullie dat nou? Zeg maar eerlijk hoor. Ja, dat moesten we doen. Ja, dat stond op het kaartje. Deze meisjes zijn helemaal niet zo onaardig als ze lijken. Ze zijn namelijk super aardig. Alleen, ik had ze verteld dat ze vanaf worp nummer 10 alleen maar naar elkaar gingen gooien. En jullie voelden gelijk, hé, hey, dat is niet leuk. Toch? Dat is niet leuk. Want wat gebeurde er eigenlijk? Wie weet er hoe dat heet, wat er gebeurde? Wie weet dat? Hoe heet dat? Buitensluiten. Ja, dat heet buitensluiten. En hoe is dat om buitengesloten te worden? Er is niks aan, hè? Nee, is helemaal niet leuk. Wat vond jij ervan? Hoe voelde dat toen jij ineens de bal niet meer kreeg? Vervelend. Vervelend. En kan je het nog meer beschrijven? Voelde je ook iets in je lijf? Of dacht je, waar dacht je aan? Weet ik niet. Nee? Niet eigenlijk. Ik zag wel dat je een beetje zo keek van, huh? Eerst keek je een beetje huh en daarna keek je een beetje boos. Ja, klopt dat? Ja, boos, dat kun je anders zeggen. Ja. Ja, maar het was wel duidelijk dat je het niet leuk vond. En dat iedereen het zag, hè? Dat het niet leuk was. Oké, okay. Nou, dankjewel. Jullie mogen de lintjes weer afdoen en weer gaan zitten. En dan ga ik jullie eens even wat vertellen over wat er nou net gebeurde. Want ik heb natuurlijk niet voor niks dit aan jullie laten zien. Dit ging over buitensluiten. En buitensluiten is iets waar psychologen zoals ik al heel erg lang onderzoek naar doen. Want we weten namelijk uit heel veel onderzoek dat buitensluiten heel vervelend is. En er is onderzoek gedaan precies op dezelfde manier als wij dat net hebben gedaan. Dat mensen die mee gingen doen met een onderzoekje in een wachtkamer zaten en met een balletje gingen overgooien. En ineens kreeg één persoon de bal niet meer. Dus dat was heel erg hetzelfde als wat hier gebeurde. En toen werd er gekeken van, hé, hoe voelt dat voor die persoon? En het werd heel duidelijk, nou, dat vindt die persoon helemaal niet fijn om buitengesloten te worden. Zelfs door mensen die je helemaal niet kent. Want dit waren drie kinderen die elkaar helemaal niet kenden. En ja, dan voelt het toch vervelend. Ook al heb je eigenlijk niks met die kinderen te maken. Dat voelt heel vervelend. Er is heel veel onderzoek gedaan naar buitensluiten. En het bleek zelfs zo te zijn dat als jou verteld wordt, je gaat nu de bal overgooien met twee mensen. Maar die twee mensen gaan op een gegeven moment alleen maar naar elkaar gooien en niet meer naar jou. En dat moet van de onderzoeker. Dus ze wisten precies wat er aan de hand was. Dan nog vonden mensen het vervelend. Sterker nog, er is ook een soort van, nou, heel ouderwets computerspelletje. Je ziet, dit ziet er niet meer echt uit hoe de computerspellen zoals jullie die nu spelen, denk ik. Maar dat heet Cyberball. En dat is dus ook een onderzoekje waarbij je achter een computer zit en een soort van virtueel balgooispel gaat spelen. En jij moet je voorstellen dat je dat handje bent die dan zo heel schattig van die een naar die ander van, help, help, waar is de bal? Gooi naar mij. En zelfs als je dus virtueel, dus via een computer, een balgooispel doet en je krijgt de bal niet, voelt dat super vervelend. Ook als je weet dat die computer voorgeprogrammeerd is en jij dus überhaupt nooit de bal zou kunnen krijgen, dan nog is het vervelend. En zo is er ook nog een onderzoek gedaan waarbij je een balgooispel ging spelen met mensen aan wie je een hekel had, die je helemaal niet aardig vond. En dan nog was het vervelend als je de bal niet kreeg. Dus buitensluiten voelt echt super vervelend. Maar wat gebeurt er dan precies? Wat voelen we, wat merken we als we buitengesloten worden in zo'n balgooispel? Maar ook als we aan het spelen zijn, bijvoorbeeld met kinderen in onze klas. En we merken, hé, ik hoor er niet helemaal bij. Wat voel je dan? Ik zie wat vingers in de lucht gaan. Ik ben wel benieuwd wat jullie zelf daarvan zeggen. Wat je daarvan voelt. Ik ga eens even hier naar boven lopen. Oh.
Je voelt zich verdrietig. Ja, je voelt je verdrietig. Ja, dat klopt. Je voelt je verdrietig. Je kan je ook boos voelen. En je kan je ook een beetje bang voelen. Dat je voelt, oeh, dat voelt helemaal niet fijn. Ja. En buiten dat jij je bepaalde gevoelens krijgt, kan er ook nog wat anders gebeuren. Heb jij daar misschien een idee van? Als ik buitengesloten word, dan voel ik me heel eenzaam. En dan heb ik geen zin meer in de dag. Ja, dan heb je geen zin meer in de dag. Dat heb je ook heel goed beschreven. Nou, dat klopt ook. Je krijgt ook wat minder zelfvertrouwen. Dat betekent dat je minder lekker in je vel voelt over jezelf. Je voelt jezelf wat minder waard. Je hebt een beetje een slecht gevoel over wie je bent. Daarnaast krijg je ook in je lijf voel je van alles. Je krijgt bijvoorbeeld een hoge bloeddruk. Dat betekent dat je bloed wat sneller gaat pompen. Je wordt een beetje gestrest. En het blijkt zelfs dat als je buitengesloten wordt, dat weten we uit onderzoek van het brein, als mensen bijvoorbeeld in een hersenscanner liggen en ze gaan dan die cyberbal, dat spelletje, dat balgooispelletje spelen, dan worden de pijngebieden in hun hersenen actief. Dat zijn de gebieden die ook actief worden als je bijvoorbeeld je enkel breekt. Je krijgt een schaafwond, je valt. Diezelfde gebieden worden actief als je buitengesloten wordt. Dus het doet gewoon echt zeer. Je voelt dat gewoon in je lijf. Nu vraag ik me af, dit is best wel een moeilijke vraag. En ik vraag jullie om eerlijk te zijn, dat zal ik zelf ook zijn. Heb jij wel eens iemand buitengesloten? Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Dat is groen. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik zie heel veel eerlijke kinderen in de zaal. Best wel veel groene briefjes. Ik zal je vertellen. Jullie zijn allemaal super eerlijk en ik zal zelf ook eerlijk zijn. Toen ik zo oud was als jullie, heb ik ook best wel eens vriendinnetjes van mij buitengesloten. Dat was echt niet aardig. Dan wilde ik bijvoorbeeld met één vriendinnetje spelen en een ander vriendinnetje kwam naar me toe en die zei, mag ik met jullie meespelen? En zei ik, nee. Daar heb ik geen zin in. En ik dacht, ja, ik ga toch gewoon met die anderen spelen. En nu ik ouder ben en ik ben nu psycholoog en ik weet wat het is, denk ik, oeh, dat moet best wel pijn hebben gedaan. Nou ja, dat weet ik natuurlijk uit ervaring, want buiten dat ik wel eens kinderen heb buitengesloten, ben ik zelf ook wel eens buitengesloten. Dus dat is mijn volgende vraag. Voel jij je wel eens buitengesloten als je aan het spelen bent? Als je je wel eens buitengesloten voelt, hou dan het groene blaadje omhoog. Als je dat nog nooit hebt meegemaakt, je hebt nog nooit het gevoel gehad, ik word buitengesloten, hou je de rode omhoog. Dat vind ik heel interessant, want dat betekent dat er heel veel kinderen zijn die wel eens iemand hebben buitengesloten, maar ook die wel eens buitengesloten zijn geweest. Dankjewel. Dan heb ik nog een vraag aan jullie. Die is best wel ingewikkeld en misschien snap je hem niet meteen helemaal, maar denk er even over na. Voel jij je wel eens eenzaam? Dat is iets anders dan buitengesloten, maar voel jij je wel eens eenzaam? Wie voelt zich wel eens eenzaam? Best wel veel kinderen. En wie voelt zich nooit eenzaam? Nooit. Rode, oké. Nou, ook wel wat kinderen. Nou ben ik wel nieuwsgierig. Jullie kunnen die vraag allemaal beantwoorden. Nu vraag ik me eigenlijk af, wat is dat eigenlijk eenzaam zijn? Wie heeft een idee wat dat is? Ik zal eens even hier naar boven lopen. Wie denkt er te weten wat eenzaam zijn is? Alsjeblieft. Dat je je heel alleen voelt. Dat je je heel alleen voelt, ja. Wie weet er nog een ander antwoord wat dat zou kunnen? Dat je weinig vrienden hebt. Dat je weinig vrienden hebt, ja. Ja, heel goed. Heeft er nog iemand een ander antwoord? Dat je nooit mee mag doen. Dat je nooit mee mag doen. Ja, en hier nog eentje. Wat heb jij? Dat je je nooit, je voelt je altijd heel erg alleen. Altijd heel erg alleen, ja. Ja, dat vind ik allemaal hele goede antwoorden. Ik wil jullie iets vertellen over eenzaam zijn. Want ik hoor namelijk iets heel belangrijks. Twee dingen hoor ik eigenlijk. Ik ben alleen. En ik mag niet meedoen of ik heb geen vrienden. Maar wist je dat eenzaam zijn, wat dat eigenlijk echt betekent, is dat je
alleen bent, dus je hebt geen contact bijvoorbeeld met vriendjes. En je baalt daar ook van. En dat is wel een belangrijk verschil. Want het kan zijn dat je alleen bent en niemand hebt om mee te spelen, maar dat vind je prima. Je denkt, heerlijk, lekker alleen. Lekker een boek lezen, lekker knutselen, lekker zelf sporten. En dan is het prima, dan hoef je je niet eenzaam te voelen. Dus als je alleen bent, ben je niet altijd eenzaam. Maar tegelijkertijd kan je je ook eenzaam voelen als je bij andere mensen bent. Dat is best wel gek. Het kan dus zijn dat je in de klas zit met heel veel andere kinderen. En je zou denken, ik ben helemaal niet alleen, want er zijn heel veel mensen om me heen. Maar toch voel je je eenzaam. Je hebt het gevoel, ik hoor er niet helemaal bij. En dat voelt helemaal niet fijn. Ik wil jullie wel vertellen, heel veel kinderen zeggen, ik voel me wel eens eenzaam. Dat is niet erg. Bijna iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Ook de volwassenen hier in de zaal voelen zich wel eens eenzaam. Ik voel me ook wel eens eenzaam. Maar dat is niet erg. Om dat gevoel af en toe te hebben. Maar het is wel heel erg vervelend als je dit gevoel heel lang hebt. En het gaat maar niet over. Of je hebt het heel vaak. Dan is het ook niet gezond voor je. Dan is het niet goed voor je gezondheid. En daar gaan we zo meteen nog iets meer over vertellen. En wat is het allerbelangrijkste om te doen, denk je, als jij je eenzaam voelt? Wat moet je dan doen? Ik ga hier eens even kijken. Wat moet je doen als jij eenzaam bent? Wie heeft een idee? Met anderen over praten. Met anderen erover praten, dat is het allerbelangrijkste. Met iemand praten. En met wie zou je dan kunnen praten, denk je, als jij eenzaam bent? Met je ouders en met vrienden. Met de leerkracht. Ouders, ja, de leerkracht, vrienden. Zou je nog met iemand anders kunnen praten? Ja, met je huisdier. Tenminste, ik doe dat altijd. Ja, dat kan ook helpen. En ja. Ja, met je beste BFF. Met je beste BFF. Dat moeten we allemaal doen, met onze beste BFF praten. Dus ik hoop dat jullie allemaal iemand hebben met wie je zou kunnen praten. En als je nou niet zo goed weet met wie je zou kunnen praten, dan is het heel erg belangrijk dat je bedenkt, Oké, ik voel me eigenlijk al heel lang eenzaam, voelt niet fijn. Ja, met wie zou ik dan kunnen praten? Denk aan de persoon bij wie je altijd heel erg rustig voelt. En denk, die kan goed luisteren en ja, die gaat mij niet beoordelen. Dus die gaat niet iets zeggen, iets stoms tegen me zeggen. Die is altijd, kan die goed luisteren en er voor me zijn. En het kan zijn dat je dat soms moeilijk vindt. Bijvoorbeeld dat je dat gevoel niet zo hebt bij je vrienden. Of misschien heb je op dat moment niet zoveel vrienden. Dan zou je ook nog kunnen bedenken om te bellen naar de kindertelefoon. Wie van jullie kent de kindertelefoon? Goed zo. Bij de kindertelefoon werken namelijk mensen die heel goed kunnen luisteren. En mocht je nou eens een keer een moment hebben dat je denkt, ik weet eigenlijk echt niet zo goed wie ik zou kunnen bellen, of wat ik zou kunnen doen, dan kan je de kindertelefoon bellen. Maar je kan ook naar de site gaan als je bellen een beetje spannend vindt. Je kan ook chatten. Dus hou dat in je achterhoofd. Als je soms even niet zo goed weet, wat zou ik hier nou aan kunnen doen? Dan kan je de kindertelefoon bellen. Maar we gaan nu eens even een beetje terug in de tijd. Want we hebben nu heel veel gehad over hoe het voelt om eenzaam te zijn, wat je kan doen. Maar waarom is dat eigenlijk zo verschrikkelijk vervelend om alleen te zijn? Nou, wij als psychologen willen dat natuurlijk heel graag weten. En daarvoor gaan we terugspoelen in de tijd. Naar deze man hier. Die heeft onderzoek gedaan, hij heet Harry Harlow. En hij heeft onderzoek gedaan bij aapjes in 1958. Dat is echt heel lang geleden, waren je ouders nog niet eens geboren, moet je nagaan. Nou, in 1958 was er nog heel weinig onderzoek gedaan naar eenzaamheid. Of hoe belangrijk het is om samen te zijn met anderen. En Harry Harlow was eigenlijk de eerste soort van onderzoeker naar eenzaamheid. En dat deed hij dus bij aapjes. Eigenlijk best een beetje een zielig verhaal, want wat deed Harry Harlow? Nou, in die tijd wisten we ze dus nog heel weinig over hoe belangrijk het is om samen te zijn. Hè? Ook niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. En hij had die kleine aapjes, babyaapjes, die werden bij de geboorte gescheiden van hun moeders. En die waren helemaal alleen. En hij ging kijken hoe die aapjes opgroeiden.
En hij had een heel erg interessant experimentje bedacht, waarbij hij die aapjes eigenlijk in een ruimte neerzette met twee verschillende nepmoeders. Nou, het waren helemaal geen echte moeders. Ze zagen er zo uit. Ik zal jullie zo meteen ook een filmpje laten zien. Eén moeder, dat was eigenlijk een soort van stalen geraamte, maar die moeder had wel een flesje. Dus daar kon het aapje drinken. En die andere nepmoeder, die zag er veel meer uit als een echte moeder. Die had een beetje een warm vachtje, had ook iets meer een soort van gezichtje. Maar die had verder niet dat ze daar konden drinken of zo. En het experiment van Harry Harlow was heel, heel erg simpel. Hij wilde kijken, waar gaan die aapjes nou het liefste naartoe? Gaan ze naar een moeder toe die een beetje koud is en kaal, maar waar ze wel kunnen drinken? Of gaan ze naar een moeder toe die warm en knuffelig is? Nou, laten we eens even gaan kijken naar het onderzoekje van Harry Harlow. Dit is in het Engels, ik zal even meepraten. Hier zie je hem. Hij gaat vertellen over het onderzoek. Hier zijn de twee verschillende moeders die de aapjes konden kiezen. Hier zie je dus eentje met een flesje. En hier zie je een aapje die dus zonder moeder is opgegroeid. Maar wel bij deze nepmoeders. Hier zie je het aapje. Nou, aapje gaat drinken. Ik denk, oh, kijk eens. Hij vindt deze moeder leuker, denk je. Maar ja, hij gaat daar drinken en daarna gaat hij heel snel naar deze nepmoeder. En hij blijft daar knuffelen. Hij blijft daar zelfs de hele dag. De hele dag blijft hij knuffelen. En soms gaat hij wel even een slokje nemen bij de andere moeder, denkt hij. Maar ja, dat is eigenlijk voor hem geen moeder. Dat is gewoon de fles. En daarna blijft hij lekker knuffelen bij deze nepmoeder. En ook als die aapjes bijvoorbeeld in een later onderzoek een beetje bang werden gemaakt, gingen ze zich een beetje verstoppen bij die nepmoeder. En ja, die aapjes gingen zich echt hechten aan de moeder. Dus we weten uit dit onderzoek, ja, het gevoel dat je veilig bent en dat je bij iemand kan knuffelen is superbelangrijk voor aapjes. Maar natuurlijk ook voor mensen. Voor mensen is het ook superbelangrijk dat wij kunnen knuffelen met, ja, vooral als we jong zijn en vooral als we nog kind zijn zoals jullie, dan wil je ook warmte en veiligheid en geborgenheid krijgen van verzorgers. En als we dat niet krijgen, dan voelt dat heel erg vervelend. En ook als we geen aandacht krijgen van die mensen die voor ons gaan zorgen. En dat zie je in het volgende filmpje. Hier zie je een moeder met haar hele jonge dochtertje. En dit experiment heet het Still Face experiment. Dat wil zeggen dat het gezicht van de moeder op een gegeven moment helemaal verstilt. Hier zie je nog dat ze gewoon met haar dochtertje een beetje aan het spelen is. Ze is een beetje, dat dochtertje is aan het wijzen en die moeder gaat een beetje meedoen. Eigenlijk hoe we gewend zijn om te gaan met jonge kinderen. Vinden jonge kinderen superleuk als je een beetje zo op die manier met ze speelt en naar ze lacht. Je ziet dat het kindje ook de moeder een beetje na gaat doen en echt helemaal lekker in haar vel zit. Dan gaat de moeder haar gezicht wegdraaien. Dat is het onderzoek. Ze draait zich terug en haar gezicht is eigenlijk verstild. Ze reageert nu niet meer op de baby. En kijk maar eens wat er gebeurt met deze kleine baby. Die denkt gelijk, hey, er is iets aan de hand. Ze probeert te lachen. Ze denkt, hallo, kijk, ik ga wijzen. Mama, ik wijs. Maar er gebeurt niks. Ze denkt, oh, wat kan ik nog meer verzinnen? Ik ga een beetje aan haar haar proberen te trekken. Kan ik erbij? Nee. Kan er niet bij. En dan wordt ze een beetje boos. Een kleine baby die zegt dan hallo in de handen klappen. Alles probeert ze doen om de aandacht te krijgen. Gillen. En ze vindt het duidelijk helemaal niet leuk. En op een gegeven moment gaat ze zich ook echt een beetje wegdraaien. Ze denkt, oh, ik wil hier weg. Ik wil iemand anders toe die wel naar me kijkt en met me speelt. Terwijl de moeder is er wel, hè? Dus dat is belangrijk. De moeder is er wel, maar reageert niet. En dan moet ze huilen. En dan is het experiment gelukkig afgelopen. En dan is de moeder die gaat weer het kindje troosten en weer reageren. En dan zie je dat al heel snel het kindje weer blij is. Dus dat is het goede nieuws. Het is ook weer snel op te lossen. En dan komt het eigenlijk wel weer goed. Maar dus vanaf dat we heel jong zijn, ik probeer dit altijd te onthouden. Ook voor de ouders in de zaal. Als ik op mijn telefoon zit, als ik bij mijn kinderen ben. Dat is namelijk ook, dat vinden mijn kinderen ook niet leuk. Als ik dan aan het werk ben of zo, dan zeggen ze, hallo, hallo, let eens op. Dus ja, dat voelt gewoon niet fijn als iemand van wie je houdt en bij wie je wil zijn, niet op jou reageert. Dat is voor niemand leuk. En voor kinderen is het al helemaal niet leuk.
En ouders weten dat natuurlijk eigenlijk wel. Want als ouders soms een beetje boos zijn op je, of je bent een beetje ondeugend, of je bent een beetje streek aan het uithalen, wat ouders dan soms doen, ik ook, is je een klein beetje buitensluiten. Op die manier dat ze bijvoorbeeld zeggen, ga maar eens even in de hoek zitten. Ga maar eens even naar je kamer. Ga maar eens naar de gang. Wie is er wel eens naar de gang gestuurd? Of naar je kamer? Of, ik ook. Ja. Nou, dat is niet leuk, hè? Ja. En als je dat meemaakt... Als je dat meemaakt, dan ben je eigenlijk ook een klein beetje buitengesloten. Is niet zo erg, kom je wel weer overheen. Maar het is dus best wel een efficiënte manier om iemand te laten weten, het is niet oké wat je doet. Ga maar eens even in je eentje nadenken. Nou, dat lukt dan meestal wel. En het is zelfs zo dat, zeg maar, hele zware criminelen die naar de gevangenis moeten, worden natuurlijk eigenlijk ook buitengesloten. Die worden gewoon apart gezet van de samenleving. Ga maar eens nadenken over wat je gedaan hebt. En ja, dat is dan ook eigenlijk helemaal niet leuk. Dus soms wordt buitensluiting gebruikt als straf. Maar een tijdje geleden, een paar jaar geleden, waren we eigenlijk allemaal een beetje buitengesloten. Dat had te maken met corona. Toen konden we helemaal niet goed contact hebben met elkaar. Ze waren eigenlijk apart van onze vriendjes, we mochten niet bij opa en oma langs. Nou, weten we allemaal natuurlijk nog hartstikke goed hoe vervelend dat was. En we zagen ook, en dat zien we nog steeds, dat heel veel meer jongeren en kinderen zich ook alleen voelden en eenzaam voelden door corona. En bijvoorbeeld de kindertelefoon kreeg toen ook veel meer telefoontjes van kinderen die zich eenzaam voelden. En er waren ook heel veel kinderen die zich heel verdrietig of zelfs depressief voelden. Dat betekent dat je echt heel erg verdrietig bent en dat je daar ook echt heel veel last van hebt en je een beetje ziek voelt. Nou, gelukkig kunnen we inmiddels weer samen spelen en ik hoop dat dat zo blijft. Want als je samen speelt met anderen en je hebt het gevoel, ik heb vriendjes met wie ik kan samenspelen. Ik heb een fijne band met mijn ouders, met mijn broertjes en zusjes. Dan is dat fantastisch nieuws. Want er is heel veel onderzoek gedaan naar mensen die heel goed contact hebben met anderen. En wat blijkt nou? Dat heeft heel veel psychologische voordelen. Dat betekent hoe je je voelt in je hoofd. Je bent dan meer tevreden met je leven en je doet het ook beter op school. Dus je presteert beter op school als je veel vrienden hebt. Ook goed voor je ouders om te weten, dus je moet met vriendjes afspreken. Anders dan kan je niet goed presteren op school. Je zit lekkerder in je vel en je bent gewoon gelukkiger. Je voelt je beter. Maar die gevolgen zijn niet alleen maar in je hoofd, maar ook in je lijf. Zo weten we dat je, als je veel vriendjes hebt en je voelt je blij, word je minder vaak ziek. Je hebt meer weerstand tegen een virus bijvoorbeeld. Dat is echt waar. En er is zelfs onderzoek wat aantoont dat je langer leeft. Je wordt gewoon ouder als je heel veel mensen om je heen hebt. Dus contact met anderen is super, super, super belangrijk. Er zijn twee verschillende onderzoekjes die ik met jullie wil bespreken. Die gaan ook over hoe belangrijk het is dat anderen er voor je zijn. Omdat ik het zo bijzondere onderzoeken vind. Het eerste onderzoek gaat erover als je iets heel erg spannends en misschien ook wel vervelends meemaakt. Misschien is sommige van jullie moesten misschien wel eens in je leven naar het ziekenhuis of naar de tandarts waarbij je iets heel pijnlijks of vervelends moet meemaken. Nou, daar is ook onderzoek naar gedaan. En dit onderzoek werd uitgevoerd bij mensen, dit waren allemaal vrouwen, die getrouwd waren met een man met wie ze op wie ze nog verschrikkelijk verliefd waren. En ze gingen in een hersenscanner liggen. En daar was een elektrode, een soort van stickertje, bevestigd aan hun enkel. En terwijl ze in die hersenscanner lagen, kregen ze soms een ronde groene cirkel te zien en soms een rood kruisje. En er werd ze verteld, als jij een rood kruisje te zien krijgt, dan is er een kans dat jij een elektrisch schokje krijgt via dat plakkertje op je enkel. En dat doet best wel zeer. Nou, lekker onderzoek, hè? Lig je daar met die plakker op je enkel. Je ligt dan in die hersenscanner en tegelijkertijd dat je daar ligt, mochten sommige van die vrouwen de hand vasthouden van hun man op wie ze zo verschrikkelijk verliefd waren. En andere vrouwen mochten de hand vasthouden van de onderzoeker die ze helemaal niet kenden. Het is een vreemde. En andere vrouwen hadden helemaal niemands hand vast. Vervolgens werd er gekeken wat er gebeurde in het brein. Met eigenlijk een soort van de alarmgebieden in het brein. Die signaleren er is gevaar. Dus ze zagen toen
een ronde groene cirkel, dat betekent je bent veilig, er gebeurt niks, of een rood kruisje. En we zagen dat als die vrouwen dat rode kruisje te zien kregen, met dus gevaar, misschien krijg je wel een elektrische schok, werden die hersengebieden actief van gevaar, gevaar, let op. Maar die werden veel minder actief, dus ze bleven eigenlijk veel kalmer als ze de hand vast hadden van hun man, met wie ze getrouwd waren en op wie ze zo dol waren. En dat komt mede door wat er gebeurt in ons lijf als we samen zijn met iemand van wie we houden en als we daar fysiek nabij zijn. Dus als we daar vastgehouden door worden bijvoorbeeld, dan maakt ons lijf een stofje aan. En dat stofje noemen we oxytocine, een ingewikkeld woord. En het staat ook wel bekend als het knuffelhormoon. Als jij een knuffel krijgt of je houdt de hand vast van iemand die je vertrouwt en van wie je houdt, daar worden we rustig van. En dat zagen we dus ook gebeuren bij die vrouwen in dat hersenonderzoekje. En dat kalmeert je, het maakt je kalm en het geeft je het gevoel, ik kan dit wel aan. Dus als je nou een keer naar de tandarts moet of je moet naar het ziekenhuis, is het superbelangrijk dat er iemand bij je is van wie je houdt en wiens hand je van vastpakken. Dat is heel belangrijk. Dan word je rustig en dan kan je het beter aan. Maar het is zelfs niet eens echt noodzakelijk om iemands hand vast te houden. Het kan zelfs al genoeg zijn om aan die persoon te denken of naar die persoon te kijken. Dat bleek uit ander onderzoek. Waarbij mensen ook weer een elektrode hadden, dit keer op hun pols. En dit keer kregen ze geen elektrische schokjes, maar die elektrode wisselde van temperatuur. Soms was hij koud en soms werd hij warm en soms werd hij echt best wel pijnlijk heet. En telkens moesten degene met die sticker moesten aangeven, hey, hoeveel pijn heb jij van die sticker? En tegelijkertijd werd er ook gekeken naar de hersengebieden. Terwijl dus die sticker steeds warmer en kouder werd, werd ook weer gekeken naar het brein. En nu werd er gekeken naar de pijngebieden, waar ik jullie net over vertelde. Hè? Ons brein wordt actief, de pijngebieden worden actief als we pijn hebben. En terwijl ze dat deden, mochten ze soms kijken naar een foto van iemand van wie ze hielden. Die mochten ze van tevoren opsturen. En soms keken ze naar foto's van andere mensen. En soms zagen ze woorden in het scherm. En we zagen dat als jij dus pijn hebt, je krijgt fysieke pijn, maar je ziet tegelijkertijd een foto van iemand waar je heel veel van houdt, word je kalmer en heb je minder pijn. Dus als jij de volgende keer pijn hebt, je bezeert je, denk dan heel hard aan de persoon van wie je het allermeeste houdt. En dan word je rustig, heb je minder stress en ook minder pijn. Best wel bijzonder, hè? Wat dat kan doen als je dus van iemand houdt. Nou, nu hebben we heel veel gepraat eigenlijk over best wel vervelende dingen. Over pijn hebben, over buitengesloten zijn. Maar bij elkaar zijn, samen zijn met mensen van wie je houdt, is natuurlijk vooral gewoon heel erg leuk. Superleuk. En wat kan je vooral doen met degene van wie je houdt? Nou, je kan er samen mee zijn, je kan er mee kletsen, maar je kan er ook mee spelen. Nu vraag ik je me af, wie van jullie vindt het allerleukst om alleen te spelen? En wie speelt liever samen met anderen? Als je liefst alleen wil spelen, doe je groen omhoog. Alleen is groen, samen is rood. Het is zelfs een beetje ingewikkeld om te doen, hè? Want je denkt, oh, samen is groen. Zie je de meeste, er zijn kinderen die zeggen, ik wil liever alleen. Ik wil liever alleen. Dan ben je dus met groen omhoog. Maar als je het liefst samen met anderen speelt, ja, of allebei. Ik zie ook kinderen die het allebei, die zeggen, ik kan niet kiezen. Het is natuurlijk ook heel erg leuk om alleen te spelen. Maar samen spelen heeft wel heel erg veel voordelen. Als je samen speelt met andere kinderen, ik zal ze even op een rijtje zetten wat er dan allemaal gebeurt. Dit blijkt allemaal uit onderzoek. Je wordt socialer, dus je wordt er eigenlijk beter in om samen te zijn met anderen. Maar je wordt ook slimmer. Samen spelen maakt je slimmer. Je wordt creatiever. Je leert om je aan te passen aan anderen. Je leert onderhandelen. Dat betekent, ja, ik wil iets en jij wil iets anders. Hoe kunnen we een oplossing vinden? Heel belangrijk in je leven, onderhandelen. Het is goed als je dat al een beetje kan oefenen. En je leert omgaan met moeilijke emoties. Emoties van jezelf, maar ook emoties van anderen. Dus samen spelen is wel super belangrijk. Dus ook als je het liefst alleen speelt, probeer af en toe ook samen te spelen met anderen. Het heeft echt super veel voordelen. Want je ontdekt ook een beetje wie je bent. Welke rol jij fijn vindt. Of jij het leuk vindt om dingen te bepalen. Of dat je het leuk vindt om een beetje te luisteren meer naar anderen.
Maar als je samen gaat spelen, zijn er wel een paar dingen die belangrijk zijn. Ten eerste, je moet er natuurlijk wel zin in hebben. Als je denkt, ja, ik heb er echt helemaal geen zin in, dan moet je het natuurlijk niet doen. Variatie is belangrijk. Dat betekent dat het best wel slim is om af en toe te wisselen van spel, iets anders te gaan doen, maar ook te wisselen van met wie je speelt. Dus probeer jezelf soms ook een beetje uit. Als je altijd met één persoon hetzelfde spel speelt, kan hartstikke leuk zijn. Maar probeer soms ook eens met iemand anders af te spreken. Of een ander spel te doen. Dat helpt je om al die dingen te leren. En natuurlijk, zoek een beetje uit wat bij je past. Waar word jij nou blij van? En in dat spel, let een beetje op elkaar. Want we hebben nu gezien in het begin van dit college, dat we heel snel zien, hé, iemand wordt buitengesloten, dat is niet leuk. Dus zorg ervoor dat je naar elkaar kijkt en op elkaar let. En dan heb ik de laatste vraag eigenlijk voor jullie. Als je dan aan het spelen bent met andere kinderen, denk er eens over na. Maak eens een plannetje voor jezelf. Hoe kan je nou zorgen dat iedereen het gevoel heeft, ik hoor erbij. En hoe kan je zorgen dat kinderen in jouw klas of met wie je speelt op straat zich niet eenzaam voelen? Wie heeft daar een idee van? Ja, dat is heel fijn. Nou, eens even kijken. Ik ga het even gooien, jongens. Ik heb hier namelijk ook nog een box. Oeh, wat zit erin? Er zit niks in, helaas. Geen pepernoten, jongens, sorry. Maar... Dus, een antwoord op de vraag, hoe kun je zorgen dat andere kinderen zich niet eenzaam voelen? Ik ga hem naar jou gooien, ja? Je kan aan de bovenkant praten, ja. Door met iedereen te spelen. Ja, heel goed. En wat zou je nog meer kunnen doen om het in de gaten te houden dat iedereen zich goed voelt? Door een spel te spelen dat iedereen leuk vindt. Een spel te spelen dat iedereen leuk vindt. Dus dat betekent ook dat je dat misschien kan vragen aan elkaar. Hè? Vind je dit nog een leuk spel? Oeh, sorry. Aandacht geven aan andere kinderen. Oeh, ik zat niet op te letten. Oké, de laatste. Als je ziet dat iemand alleen is, dan kan je vragen of hij met jou wil spelen. Ja, precies. Dus dan let je op van, hey, heeft iedereen eigenlijk een speelkameraadje? En in jouw klas zitten er vast wel eens kinderen die niet zo vaak afspreken met iemand anders. Misschien kan je een plannetje maken om die kinderen juist eens te vragen om met jou te spelen. Ja, de laatste. Ja, heel goed. Oh, je hebt al gelijk goed opgelet. Nou, er zijn vast nog heel veel andere dingen die jullie kunnen bedenken. Misschien ook iets waar je in de klas met je juf of meester nog verder over door kan praten. Hoe je nou kan zorgen dat niemand dat vervelende gevoel krijgt van eenzaam zijn en buitengesloten worden. Wat heb je allemaal opgeschreven, Jamie? Heb jij een microfoon? Ben je in de box? Ja, supermooi. Nou, denk er nog eens even verder over na. Dan wil ik jullie nu, we zijn bijna aan het eind gekomen, dan mogen jullie natuurlijk nog vragen aan mij stellen. Maar eerst wil ik even samenvatten waar we het vandaag over gehad hebben. Het allerbelangrijkste om te onthouden is, samen zijn is fijn. Het is superfijn om met anderen samen te zijn. En als je buitengesloten wordt, is dat niet fijn. Word je verdrietig van. En het doet zelfs pijn. Dus dat willen we echt niet. Het is heel normaal om je af en toe een beetje alleen te voelen. Dat heeft bijna iedereen wel. Dat hebben we vandaag ook gezien. Maar als je je heel vaak eenzaam voelt, is het wel belangrijk om daar ook over te praten. Als je samen bent met anderen, word je daar gelukkig van, maar ook gezond en fit. Liefde en bij iemand zijn die jou aanraakt en je een warm en veilig gevoel geeft, werkt als een pijnstiller. En samen spelen leert jou heel erg veel. En het laatste wat ik jullie toch even wil vertellen, is dat mijn kinderen, Otis en Ravi, dus echte tovenaars zijn. Want een kusje is een hele goede tovertruc. En ik hou van jou is een prachtige toverspreuk.
Dank jullie wel. Nou, dan is het tijd geworden voor vragen. Ga jij hem... Ik ben heel benieuwd wat jullie te vragen, of misschien te zeggen. Als je nog iets wil zeggen, mag dat natuurlijk ook. Dus we gaan de vragen beantwoorden met deze blauwe box die jullie net ook hebben gezien. En het is een beetje de bedoeling dat ik gooi hem naar iemand. En als de vraag is gesteld, dan lopen mijn collega's daar rond, aan die kant, tussen het publiek. En dan mag, als je vraag hebt gesteld, mag je hem doorgooien naar ons collega. En die gooit hem weer door naar de volgende, oké? Okay? Gaan we aan deze kant beginnen. Oh. Wat moet ik vragen? Gooi maar door. Gooi maar door. Als je geen vragen hebt, geef maar aan iemand anders. Shhh, jongens. Dus als niemand je helpt in de klas, of je dan eenzaam bent? Ja. Nou, dat ligt er een beetje aan hoe dat voor je voelt. Als jij iets alleen aan het doen bent en je denkt, ik vind het prima. Ik heb daar helemaal geen last van. Ik vind het fijn om het in mijn eentje te doen. Dan ben je niet eenzaam. Maar als jij het gevoel hebt, ik wilde heel graag dat iemand mij ging helpen. Of ik vroeg aan iemand, wil je me helpen? En die zei, nee. Dan kan het wel zijn dat je je eenzaam voelt en dat je je buitengesloten voelt. Ja. Mooie vraag, dankjewel. Wat bedoel je met dit? Dit is de allereerste keer dat ik voor zo'n grote groep kinderen een college mag geven. Oh, wat een goede vraag. Hele goede vraag. Nou, uit het onderzoek naar eenzaamheid bleek er echt een heel groot verschil dat mensen gemiddeld zo'n 4 jaar ouder werden als ze bij elkaar waren. En het gevoel hadden dat ze echt samen waren met anderen. Ja, hele mooie vraag. Ik versta je niet zo goed. Oh, of ik liever een andere baan wil. Ik wil nooit een andere baan. Ik heb het leukste werk van de hele wereld. Ik heb hem alleen niet meer. Dat is nu een beetje het probleem. Oei. Ik loop het wel even net zo. Ja, als je alleen bent en er is niemand om je te troosten. Is dat je vraag? Ja, dat is heel rottig hè, als dat gebeurt. Dan kan je eens nadenken van hoe kan ik zorgen dat ik wel bij iemand ben. En misschien heb je een telefoon of misschien kan je een telefoon lenen. Of kan je met je iPad naar een berichtje sturen naar iemand. Dus zorg ervoor dat je wel naar iemand toe kan. En als er niemand is, kan je dus altijd nog naar de kindertelefoon gaan. Oeh, goede vraag. Ja, nadelen aan samen. Heb je zelf een idee? Wat zou een nadeel kunnen zijn aan samenspelen? Je kan ruzie maken, precies. Ja. Nog een ander nadeel? Nee? Nou, het is wel zo dat samenspelen is ook moeilijk. Het is niet voor niks dat je al die dingen leert. Je krijgt niet altijd je zin. Soms wil je andere dingen doen. Soms is het spel niet zo leuk. Soms is een vriendje niet zo aardig. Dus het is best hard werken om samen te spelen. En soms ook een beetje vermoeiend. En dan kan het dus zijn dat je soms het ook wel fijn vindt om even alleen te spelen. Dat je denkt, even een beetje gewoon om mezelf. En dat is ook prima. Ben je ook eenzaam als je een teamsport hebt?
goede vraag. Of je eenzaam bent, heeft dus alles te maken met hoe dat voor jou voelt. Dus wat voor de een eenzaam gevoel geeft, heeft dat voor de ander helemaal niet. Dus als op het moment dat jij een fout maakt en je wordt eruit gestuurd, maar je hebt wel bijvoorbeeld, misschien zijn je teamgenoten die zeggen, oh, dit is oneerlijk. En je hebt het gevoel van, ik hoor nog steeds bij mijn team. Iedereen vindt mij nog steeds heel aardig. Ik hoor er nog steeds bij. Dan hoef je je niet eenzaam te voelen. Maar als je het gevoel hebt, ik word ook genegeerd door de anderen, of iedereen is boos op mij, dan kan dat wel een eenzaam gevoel geven. Dus het ligt er heel erg aan hoe andere kinderen reageren. Oké, nog twee vragen. Hoe kun je eenzaamheid onderzoeken? Ja, dat is ook een mooie vraag. Nou, je kan bijvoorbeeld dus aan mensen vragen op het moment dat ze eenzaam zijn hoe dat voelt. Je kan onderzoek doen naar de hersenen. We kunnen experimentjes doen dat we net gaan doen alsof iemand buitengesloten wordt. Dus er zijn best wel veel manieren om dat te onderzoeken. En sommige hebben wij ook laten zien nu in dit college. Bijvoorbeeld met dat balgooispel. Oké, de laatste vraag. Ja? Het balgooien met mijn kinderen. Wat bedoel je, het balgooispel? Dat negeren. Nou, ik heb wel eens dat ik mijn kinderen zeg maar apart heb gezet. En heb gezegd, ga maar eens even op de gang tot 10 tellen. Ja. Ik doe dat nooit heel erg lang, omdat ik weet hoe vervelend het is. Ja. Oké, dat was de laatste vraag. Mag ik nog één keer een heel groot applaus voor dokter Tila Pronk? Superleuk dat jullie er waren. Ja, wat een ontzettend interessant college. En wat fijn... En wat fijn om ook een keer te horen dat het helemaal niet erg is om je alleen te voelen. Nee. Dat is ook fijn. Ja, en we hebben voor jou een hele mooie bos bloemen die je zelf in elkaar mag zetten. En die nog heel lang zal blijven staan. Oh, waar je ook een beetje je eigen draai aan kan geven. Ja. Dus heel veel plezier ermee. En nogmaals ontzettend bedankt voor dit hele mooie college. Gaaf, dankjewel. Oké, we blijven nog heel even zitten. We zijn bijna klaar. Voordat we weggaan wil ik jullie nog heel kort iets vertellen over het volgende college van 28 februari. En daar is het onderwerp de milieudetective. En dat is dokter Ben Vollaert. En die gaat uitleggen hoe bedrijven misschien wel ervoor zorgen dat mensen ziek worden. Want iedereen doet wel eens iets ondeugends. Hè? En dan zegt papa en mama is daar dan niet zo blij mee waarschijnlijk. Maar wat nou als grote bedrijven iets doen wat niet mag? Bijvoorbeeld ons drinkwater vervuilen of de lucht die we inademen. Hoe werkt dat dan? En dokter Ben Vollaert gaat uitleggen hoe hij dit onderzoekt en hoe hij zelfs de bedrijven opspeurt die dit doen. En dat is 28 februari na schooltijd. En jullie kunnen jullie gratis inschrijven via de website van Tilburg University en Tilburg University Junior. Als jullie zo naar buiten gaan, kunnen jullie de kaartjes, de rode en de groene kaartjes achterlaten in de bakjes die daarvoor bestemd zijn. Jullie krijgen ook een certificaat als jullie weggaan. Op de achterkant hiervan staat nog meer informatie over het college van 28 februari. En jullie zijn binnengekomen via één ingang, maar jullie kunnen beide uitgangen gebruiken om de zaal te verlaten. Dus ontzettend bedankt voor jullie komst. We hopen dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.